Goedendag allemaal, welkom bij PVV-TV, presentjes voor vluchtelingen. Oh, ik was even haast op mijn scootmobiel. Goedendag lieve kijkers, hoe heb je dat al gedaan? Dat had ik al gedaan, ik was natuurlijk hier eerder. Je had me ook even kunnen helpen met mijn scootmobiel. Nou ja, jij stelt soms mijn hulp niet op prijs. Nou wel, als je een gekneusde rib hebt hoor. Nou dan piep je wel even anders. Dan ga je een gekneusde rib die je wel helemaal aan jezelf te danken hebt. Dat moet ik even zeggen. Maar goed. Wij verlangen van onze vluchtelingen dat zij zo snel mogelijk de Nederlandse taal beheersen. Maar zouden we ook niet eens een poging mogen wagen om de taal... Annemieke. Ja, Gerda? Die gekneusde rib. Ik vind dat niet zo leuk dat je zegt dat ik aan mezelf te danken heb. Eerlijkheid is geen slechte eigenschap. Ik wist het! Wat wist je? Dat je hierover zou beginnen. En daarom heb ik beelden meegebracht. Beelden van wat er gebeurd is? Nee, van Angelique. Och, Angelique. Ah, nee, daar gaan we niet naar kijken. Het is nu presentjes voor vluchtelingen en niet verzoekplaatjes voor vluchtelingen. Nou, toch zou ik de prijs stellen dat we even laten zien hoe ik aan mijn gekneusde rib ben gekomen. Ik was naar een concert geweest van Angelique in de Vrouwenbodega, Neeltje Kroes. En Angelique die ontroert me vanwege de directheid in de nummers. En dat wil ik even laten zien. Kleine kinderen, dan heb je toch een zieke geest. Dan ben je voor mij absoluut geen mens. Nee, dan ben je gewoon een beest. Je bent dan voor mij gewoon een beest. Nou, en ik als dierenliefhebber begrijp deze zin uitstekend. Goed. Prachtig. Kunnen we nu dan gewoon doorgaan, Gerda? Ja hoor. Goed. De taal. Door taal kunnen we communiceren. En daarom kunnen we niet proberen ook een steentje bij te dragen door onze vluchtelingen te verrassen met een paar Arabische zinnen. Zodat vluchtelingen denken... Hoe zou ze aan de gekneusde rib komen, Gerda? Gerda, vluchtelingen hebben wel iets anders aan het hoofd. Die zoeken onderdak, een woning, werk... Nou, ik denk dat de kijkers heel graag willen weten hoe ik aan mijn gekneusde rib ben gekomen. En nu eerst Arabische zinnetjes voor vluchtelingen. Hebben onze Arabische deskundige, meneer Moulali, gevraagd een aantal zinnetjes die wij in het Nederlands vaak zeggen, om die te vertalen voor ons in Arabisch. Dan kunnen wij ze uit ons hoofd leren en dan kunnen wij dan vluchtelingen mee helpen. Gerda? Gerda? Gerda, jij doet ook mee? Ja hoor, ik barst van de pijn, meneer. Gerda? Ja, ik doe mee. Als je me nodig hebt, dat ik pijn heb, ik doe mee hoor. Goed. Eerste zin, dan het Arabisch en dan moet Gerda het herhalen. Goed. Hallo, de vuilnisbak wordt maar één keer per week opgehaald. Ismaï, hawit al-qimama bijamu'uha marra bas fil usbu'a. Ismaï, asma alalala, asma alalala. Nog één keer. Ismaï, hawit al-qimama bijamu'uha marra bas. En nog één voorbeeldzin. En voor de rest kunt u nog naar onze site gaan. www.pvvtv.nl. En dan ziet u meer zinnen als... Wilt u van me afblijven? Nee, de stoelen draaien alleen maar om als ze heel goed zingen. Of wij gooien helemaal nooit mensen van flatgebouwen af. De laatste zin die we nu nog doen met u thuis en met Gerda is... U moet niet doorrijden als er iemand voor uw auto staat. Nou, zo'n zin zal niet zo vaak gebruikt worden, ben ik bang, door vluchtelingen. Nou, wel door Angelique. Gerda, dat was Angelique niet. Ik ga nu door. De laatste zin voor vluchtelingen taalhulplijn is... Nee, ik weet uw wifi-wachtwoord ook niet. Nee, en me baarfs, rak me wifi betaak. Nee, Gerda, dat doe het zelf, mijn rib jeukt. Jeukt van de pijn, hoor, van de pijn. Het jeukt van de pijn. Nou, je stelt je aan hoor. Want ik niet begrijp, Annemiek, dat ik bijna levensgewond ben geweest en dat je alleen maar doet. En los het af, Gerda. Ik doe alles voor je. Ik heb je gedoucht vandaag met heerlijke zeepsop. Dat is lekker. Omdat je dat zelf niet kunt. Ik heb je op mijn rug mee de trap afgenomen. Ik heb koffie voor je gezet met heerlijke warme melk met een velletje. Nee. Maar dit heb je toch echt wel aan jezelf te danken hoor, ja. Gerda. Ja, ja, o ja. Ja, o ja. Ja. En voordat de kijker nu zich afvraagt, wat is er nou toch precies gebeurd? Is jullie hadaf. Dank u, meneer Moulin. Mijn Gerda ging naar het concert op zoek naar Angelique om haar te bedanken voor het concert. Ja, het was zo indringend, die tekst, die gaan door merg en been, dus ik wil een selfie. Maar zo is het niet gegaan. Zo is het wel gegaan, ik vroeg haar om een selfie. Nee.
Je ging voor haar auto staan en je wilde niet weg. En toen heeft de bodyguard je weggehaald. Nou, heel hardhandig hoor. Echt heel hardhandig. Je moet dus niet zo gevaarlijk doen om voor een auto te gaan staan. Ja, als je zo met fans omgaat, dan ben je gewoon een beest. Dat was Angelique helemaal niet. Die zat gewoon niet in die auto. Hoe weet jij dat nou? Angelique zat niet in die auto, omdat ik altijd met je meega naar de concert van Angelique. En je weet, je wacht ook altijd tot Angelique wegrijdt met de auto. En ze rijdt altijd weg in een Volkswagen. Het is Therese Volkswagen, Helle. Dit was weer PVV-TV. En denk eraan, niemand laat een vluchteling alleen. Je bouwt het liefst een tentje om hem heen. Dag hoor. Ik ben nooit meer fan van haar. Gerda, je moet fan zijn van jezelf. Dat is het belangrijkste. Je houdt niet genoeg van jezelf. Oh, ik hou niet genoeg van mezelf. Hebben we weer Dr. Phil zitten kijken?